Het nieuwste kinderboek, De avonturen van Bolly de Otter, is gisteren gepresenteerd op Wakapasi bij de Krontokabana. Dit boek moet meer bekendheid geven aan Surinaamse literatuur en de bewustwording op gang brengen voor de Surinaamse natuur. Het boek gaat over een avontuur van een otter en zijn familie, die verdreven zijn van hun woonplek. In het avontuur maakt de otterfamilie kennis met het gedrag van de mens, met name milieuvervuiling en goudwinning. Bij de presentatie van dit boek op Wakapasi is ook de start van de verkoop van de eerste 100 exemplaren begonnen. Schrijver D. van Aarde is van mening dat kinderen van jongs af aan moeten leren waardering te hebben voor Surinaamse boeken en onze natuur. Daarom is het boek Avonturen van Bolly de Otter een combinatie hiervan. Van Aarde vertelt waarom hij koos voor de naam Bolly de Otter. Dus ik zeg sowieso altijd alibi na wan bol, dus geniet van het leven en karma, je weet toch. Dus vandaar heb ik die naam Bolly. En een otter is net een dolfijn. Als je eentje tegenkomt in het bos, Iloba beest direct. En ze zijn heel familiair, ze zijn alleen niet zo sterk, maar als groep kunnen ze een jaguar zelf aan. En daarom heb ik zo, en ze zijn natuurlijk ook beschermde beesten. En daarom heb ik voor ze gekozen, want het familiaire die otters hebben, dat vind ik ook belangrijk dat ze overbrengen naar de kinderen. Het boek welke gisteren is gepresenteerd, is deel 1 van een reeks van kinderboeken. Van Aarde zegt dat het tweede deel al is geschreven. Alleen moet er worden gewerkt aan de illustratie die bij het verhaal hoort. Hoewel het tweede deel van het boek bijna af is, kan hij niet exact aangeven wanneer het gepubliceerd wordt. Dus ik ga je eerlijk zeggen, dit alles is super nieuw voor mij. Als het aan mij ligt, drop ik ze morgen al. Ik ben zo enthousiast, want de 3 heb ik ook al geschreven. Maar ik moet sommige mensen ook volgen die me adviseren. Soms heb ik een beetje te veel artistieke kant. Ze zeggen, Dave, nee, regel eerst dat Bolly stukje. Want Bolly is ook een milieuplatform. Want 15% van alle inkomsten van de opbrengsten van de boeken gaat direct worden ingezet door ons om bomen te gaan planten en om clean-ups te doen. En dan wil ik dus met Bolly, onze mooie Bolly-mascotte daar zo, gaan we dus die kinderen meenemen naar het bos. Samen met Bolly gaan we opruimen en ook bomen planten en dan dragen we ook kennis over. Dus ik moet even kijken hoe lang het gaat duren voordat ik deel 2 drop, want er zijn nog een aantal dingen die we nu bezig zijn te doen. En we zijn al bezig met het idee om een cartoon ervan te maken. Vanaf vandaag is hij te koop. Het is 300 SRD. Het is topkwaliteit. Surinaamse is in Suriname gemaakt. Alles hier is in Suriname gemaakt. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Zoals je ziet heb je ook Suriname op zijn bordje. En vanaf morgen heb je het te Wakapasi. En aan de Dr. Sophie Redmondstraat, nummer 143, bij La Roca. En in de loop van de komende periode gaan er steeds meer plaatsen zijn. Ik ben even afhankelijk van de drukker hoe snel zij die boeken kunnen af hebben. Dan gaan we dus overal landelijk gaan we het te koop zetten. De avonturen van Bolly de Otter wordt een hele reeks van boeken voor kinderen. Deel 1 van de kinderboekenreeks is tot stand gekomen met medewerking van Forest 93. Een campagne van de Stichting Groene Groei Suriname die mede financiert. Het boek is uitgegeven door 18 Plus Media Suriname, waar de schrijver Dave van Aarde achter staat. Ouders kunnen volgens de schrijver dit boek voorlezen voor kinderen vanaf 5 jaar. Vanaf de leeftijd van 7 jaar gelooft Van Aarde dat kinderen het boek zelf kunnen lezen.